Danane. Fantastisch voor de goal. Grot bij de tweede paal. Danane. En dan wordt hij hier wel geraakt. En is het er dan binnen of buiten? Danane zegt het is in het 16 meter gebied. Maar Nijhuis zegt ik leg hem er buiten. De mogelijke overtreding. Hij geeft hem naar buiten. Even kijken. Zelf wijzen ze naar de binnen, alle drie de spelers van Vitesse. Deze kan ik het beste zien. Nee, die niet. Meen. Je kunt hier op het contact ook wel zien. Is het contactmoment. Bas, Janiek hier even wachten met de vatten. Ik check hem even. Je kunt nog beter zien. Als jij zegt wanneer je het contact ziet, en dan pakken we dan Meen erbij. Terug. Hier kan ik het niet zien, dus verder. Volgens mij is het, hier is het contact. Ja. Ja? Als we dan Meen erbij pakken. Dit is er binnen. Hier is het contact. Ja. Ja. Ik ga roepen voor en de strafkop. En APP, nog even controleren. Heel goed. Vanaf hier. Mogelijk buitenspel. Nee, die is goed. Nee. Laat maar lopen. Oké. Dus begin. Prima. Bas, Janiek hier. Die hoeft niet naar het scherm. Het contact is binnen de 16, dus het is een strafschop. Ja, strafschop. Dat kan niet anders. Na die voortreffelijke actie van Danane.